De 30-daagse weersverwachting laat zien dat mei wisselvallig gaat eindigen en ook wat aan de koele kant. De lente van 2021 wordt een koude. De berekeningen van het ECMWF weermodel laten zien dat in de week van 17 tot 24 mei het vooral in het uiterste oosten van Europa en ook in Rusland behoorlijk warm is. Bij ons echter liggen de temperaturen iets onder de norm voor deze tijd van het jaar. En dat komt allemaal doordat lage drukgebieden aan zet zijn. Ze trekken vanaf de oceaan via de Britse eilanden richting Scandinavië. Ook Centraal- en Oost-Europa zijn relatief aan de beurt wat lagere luchtdruk betreft. Dus ook daar lijkt het toch allemaal wat wisselvalliger te worden. Hoge druk ten oosten van Moskou en ook boven Spanje en Portugal zorgen hoge drukgebieden ervoor rustig weer. Droger weer dan gebruikelijk. Wisselvalligheid vinden we terug in onze omgeving. En met name op de gebieden waar die buien als het ware botsen tegen het hoge drukgebied ten oosten van Moskou. Ja, daar blijven die buien een beetje hangen. Dat betekent dat in Polen, maar ook op de Balkan bijvoorbeeld, de periode van 17 tot 24 mei erg nat verloopt. Maar ook bij ons dus duidelijk wat meer neerslag dan wat we gewend zijn. In de week, de laatste week van mei, 24 tot 31 mei, zien we dat de neerslagafwijkingen wat normaler zijn. De meeste buien zitten dan in Oost-Europa en het gebied met droogte in Spanje en Portugal breidt zich iets wat uit naar het noorden. Maar in grote lijnen lijken de kaarten nog steeds op die van de week ervoor. In de pluimgrafiek voor de komende 15 dagen zien we wat temperatuur betreft weinig variatie. 'S Middags. Een graad of 16. En bedenk wel, 16 graden is aan het begin van deze 15-daagse pluim net even een fractie onder de norm. En gedurende deze twee weken gaat die klimatologische norm wat omhoog, terwijl de temperaturen dat eigenlijk nauwelijks doen. Dus de afwijking wordt groter. Dus tot het einde van de maand moeten we eigenlijk niet op warmte meer gaan rekenen, zoals we dat bijvoorbeeld op Moederdag hadden. Want als we kijken naar de eerste week van juni, dan is er ook weinig warmte in onze omgeving te vinden. Het is ruim ten oosten en ten zuiden van ons te vinden. Maar in de tweede week van juni, 7 tot 14 juni, dan lijkt die warmte zich in ieder geval uit te breiden over Frankrijk. En wie weet krijgen we daar in de Benelux dan ook wel af en toe een schampschotje van mee. Maar voorlopig is daarvan geen sprake. De temperaturen liggen de komende weken rond of soms zelfs iets onder normaal. Vooral op momenten dat het wat vaker regent. Over het algemeen vrij normale hoeveelheden neerslag, maar af en toe zitten er dus een paar kletsnatte dagen bij. De lente van 2021 eindigt wisselvallig en aan de koude kant, de lente over het algemeen genomen, is dus ook vrij koud verlopen in Nederland. Tot volgende week.